Goedemiddag Marcel. Goedemiddag Steve. Ik heb vandaag twee jongens meegenomen die willen wat meer over jouw bedrijf te weten komen. Ik heb Mike Grim meegenomen en ik heb Lars Nieuwpoort meegenomen. Goedendag. En we zijn benieuwd naar jouw bedrijf. Los van het feit dat jullie al 25 jaar dit seizoen trouw partner van RKC zijn, zijn wij eigenlijk heel erg benieuwd naar jouw bedrijf. Ik laat het graag zien. Kom verder. Ja, dit is dus het pellen, zoals wij dat noemen. Dus halen we echt de overtollige folie weg. En dan daarna komt er een tape overheen. En dat is deze tape. En die plakt ook niet zo hard. Dus de folie die plakt harder op de auto dan deze op de folie. En dan kun je alles in één keer overbrengen en dan haal je deze tape eraf. En daar zit hij. Marcel, doen jullie ook nog mee aan wedstrijden of evenementen? Ja, we doen echt regelmatig mee aan wedstrijden. Mm-hmm. En we hebben laatst waren ook genomineerd voor een wereldwijde vakprijs. Okay. Zaten we bij de laatste vijf. Alleen ja, door corona is de uitreiking in Madrid niet doorgegaan. Maar het is uitgesteld naar het najaar. Dus ik hoop dat we dan goed resultaat halen. Ja, ja. En wat voor projecten hebben jullie nou gehad waarvan je denkt van ja, dat zegt jullie wel wat? Ja, nou ja. Eentje is de RKC spelersbus natuurlijk. We hebben echt alles in eigen huis gedaan. Concept, ontwerp, fotografie, cartoons en productie en de montage. Dus dat was iets waar we zelf wel heel erg trots op zijn. En ook de auto waarmee we nu voor de wereldwijde vakprijs genomineerd zijn. Dat was een Porsche 911 Turbo S met ingebouwde vuurwerkkanonnen. En een grote vogelkop erop gemonteerd. En dat was ook wel echt een bijzondere rap. Ja, dat is wel mooi. Dat zijn wel de leuke dingen, toch? Dat klinkt goed. Ja, dat zijn echt leuke dingen. Ja, er komen gekke dingen voorbij af en toe. Ook veel, veel beroemdheden? Of? Ja, we hebben in het begin hebben we Afrojack binnen gehad. Mm-hmm. Hans Kraaij junior is er een paar keer geweest. Okay. De auto van Patrick van Aanholt, die hebben we een keer hersteld alleen dan. En er zijn ook best wel wat, wat bekenden hier geweest. Okay. En dan wordt het tijd dat jullie het zelf een keer kunnen proberen, denk ik. Mm-hmm. Dus, dat is goed. Gaan we doen. We hebben hier een mooie RKC-bus staan en die gaan we eens even onder andere nemen. Ja. Nou, als jij hem dan zo beetpakt, ga je kijken dat hij niet in je vingers snijdt. Uitrollen. Dan geef ik jou de rugwagen aan. Ja, heb je hem. Trekt maar verder af. Nou, nu moeten we hem opspannen. Nog even. Ja, doe hem. Haal maar naar beneden. En dan moeten we hem iedere keer even spannen. Hier zo, ja, moet je hem eigenlijk. Zo? Ja. Nou, ik denk voor de eerste keer zeker niet gek. Een goed resultaat. Dus dan gaan wij in ieder geval verder en dan zien we snel het eindresultaat. Nou, Marcel, we willen jullie bedanken dat we hier mochten zijn. En, zeker. Ik denk wel dat we allebei wat hebben geleerd, toch? Dat het niet makkelijk is. Nee. En een lastig werk is. Dus alleen maar respect voor. Nou ja, dankjewel. Leuk dat jullie er waren. Ja, heel interessant om een kijkje te mogen nemen bij je. En, we zijn benieuwd hoe het uiteindelijk gaat worden.